Fantastic Five, Fantastic Five. Fantastic Five, Fantastic Five. Samen staan we sterk. Samen staan we sterk. Nou, ik ben van plan om een tv-studio te gaan beginnen. Ja, dat mag niet. Hallo Wonderfly Games en welkom bij een nieuwe Mindtopia. Ik sta hier weer recht voor mijn huisje en die is nog helemaal in Halloween-style. Ja, kijk, allemaal spinwebben eromheen en vines en zo. En het F5-gebouw heeft een verdieping erbij gekregen, maar dat is volgens mij meer voor de rijke mensen. Want kijk hoe dit eruit ziet. Een dik balkon en zo erbij. Jezus, niet normaal. Maar ik moet opschieten, want ik had eigenlijk om 9 uur een afspraak met David. En dat is het al lang geweest. Ik ga eventjes rennen. Wow, wat is dat erachter? Een regenboogtoren of zo? Maar ik wil dus in plaats van mijn boerderij wil ik een tv-studio gaan bouwen. En dat wil ik heel groot gaan maken met allemaal verschillende tv-programma's en zo. Zoals een journaal bijvoorbeeld. En ik heb al Mindtopia, wie ben ik? Dus dat gaat super vet worden, denk ik. Oh, wat is dit dan? Ik weet het niet. Even kijken van erbij. Wat staat erop? Nog niet open. Oké, nou cool. Ik ga snel door naar, naar het gemeentehuis. Want daar zal David zitten te wachten. Hallo? Hallo? Ja, wat zit je hier zo te schreeuwen, gast? Het is hier, wat is het? Het is 9 uur 's avonds. Ik ben niet met mijn werk bezig. Er komt er een binnen hier. Met hallo, hallo. Van ja, wat hallo, hallo? Ik wil iets heel belangrijks aan vragen. Nou, is het belangrijk voor jou of belangrijk voor mij? Voor ons beide. Oké, kom dan maar binnen. Kom dan maar binnen. Dat vind ik fijn. Oké, dankjewel. Oké. Ga lekker zitten. Is die stoel voor mij? Oh. Nee, die is voor mij. Oké. Nou, allereerst wil ik je een meloentje geven. Dankjewel. Heb je al hoi gezegd tegen Bob? Bob? Waar is Bob? Die staat daar in de hoek. Oh, Bob de Pop. Bob de Pop. Hallo Bob. Goed zo. Nou. Nou, wat kom je doen? Nou, ik ben van plan om een tv-studio te gaan beginnen. Ja, dat mag niet. Mag niet? Ja, jawel. Grappig. Oh, okay. Het is laat, man. Ik laat me. Ja, en dat kost natuurlijk echt heel veel geld. En heel veel mensen, heel veel Mindtopianen hebben daar iets aan. Aan de tv-studio, want we gaan lokale televisie maken. Oké. Lokaal nieuws. Ja. En Mindtopia, wie ben ik? Waarbij je Mindtopianen beter leert kennen dus. En nu wil ik dat wat beter aanpakken met een tv-studio. Maar daarvoor is geld nodig. Ja, heel veel geld waarschijnlijk. Ja, redelijk veel, ja. Heel heb, veel je al, heb je al grond daarvoor? Nee, ook nog niet. Ook nog niet, dus dat moet ook allemaal nog geregeld worden, Jezus. Ja, ik wilde dus eigenlijk subsidie voor aanvragen. Ja, dat gaat in sommige zeldzame gevallen, is er subsidie voor. Nou, we hebben de voedselbank hebben we bijvoorbeeld gesteund, financieel. Ja. Want dat was ook overduidelijk voor het stadje was dat goed. TV-studio, ja. Ja. Ja, ik heb er niet direct... Wat is het verdienmodel erop? Want weet je, of zit dat er niet op? Nou, het bedrijf verdient aan reclamespotjes. Ah, oké. Dat scheelt. Want ik neem aan dat je dus... Wil je alles op subsidie gaan doen? Of gaat er ook nog iets van een lening komen? De grond doe ik met leningen. Ja. En het gebouw is dan van een subsidie. Ja, ja. Zodat je de grond altijd zelf hebt en dan het gebouw... Ja, oké. Ja. Precies. Ik weet je wat? Ik wil best het subsidiepotje even opentrekken. Ja. We hebben, moet ik even kijken, open bank, gemeente. We hebben nu nog in de gemeente 618.000 euro. Ja. Ja, daar moet nog wel een pretpark van gemaakt worden. Daar moeten we nog een deel van de verkiezing van betalen voor de nieuwe burgemeester kandidaten straks. Wat nog meer, toren is nog een klein beetje, er komt nog wat meer bij. Hoeveel denk je nodig hebben? Heb je een inschatting gemaakt? Heb je bij het bouwbedrijf de plannen? Waar is je bedrijfsplan? Legitimatie ook graag geven? Enzovoort, enzovoort. Ik heb er wel met het bouwbedrijf over gepraat. En ze geven toch wel een richtlijn van 80.000 tot 100.000. Oh, dat is een simpel studiootje dan. Nou, het is één verdieping. En erbovenop nog een halve dan. En een kleine toren voor de uitzendmast. Ja. En hoeveel wil je dan lenen van mij? Voor het gebouw dus, 80, 90. Of lenen, het subsidie, dus eigenlijk krijgen. Ja, ja. Ik ga je dat niet geven, man. Nee. Ik kan het wel aan je geven. Maar dan moet ik daar wel iets voor terug. Die meloen? Nee, dat is niet genoeg. Die mag je zo weer terug als je wil. Wat dan? Heel simpel. Okay. Waar ga jij tv over maken? Oh, ja. Dat is wel slim. Ja. Ik heb je door. Wat is slim? Ja. Waar heb je het over? Ik kan je ook naar buiten schoppen. Ja, jij wil zeker burgemeester worden, of niet? Nee, ik wil geen burgemeester. Oh. Als je nou gewoon antwoord op mijn vraag geeft, dan kunnen we verder.
Want het, ja, is, ik, nou, het is eigenlijk sluitingstijd al een uur. Nou, de twee grote ideeën die we hebben dus, is dus een journaal. Dus over het lokale nieuws, wat hier allemaal gebeurt en zo. Het lokale nieuws, oké, okay, ja, ja. Ja, het nieuws van Mindtopia. Mm-hmm. En Mindtopia, wie ben ik? Waarbij we de Mindtopia beter leren kennen. Ja, dat is ook leuk. Dat is een soort talkshow. En het, ja, andere, dat is gewoon journalistiek. Dat brengt de nieuwtjes. Dat komt met de feiten. Ja. Wat nou als ik zeg maar wil dat je bepaalde dingen soms juist wel of niet uitzendt? Oei. Is dat jou die 90.000 waard die jij hier gratis wil krijgen? Het is dus niet dat ik jou in de pocket wil hebben of zo, maar zie het als een soort zeer dwingende adviseur. En dan heb ik het voornamelijk over het journaal, zeg maar. Ja. Als in dat je bepaalde dingen misschien beter uit de uitzending zou kunnen knippen als er een hele opvallende journalist met een heel mooi verhaal komt over bepaalde dingen in een bepaald stadje van bepaalde mensen die iets bepaald wel of niet gedaan hebben, tot het tegendeel bewezen is natuurlijk, hè? Dus ja, dat. Ik wil gewoon geen roddels over mijn bedrijf. Ik wil niks over de F5 horen in negatieve zin. Zo simpel is het. Oké, okay, nee, dat is niet heel moeilijk om te houden. Er worden geen campagnespotjes ingekocht door andere burgemeesters dan Lars. Wil ik niet. Oh, jij wordt gewoon een vriend van de Fantastic Five. Oké. Okay. Gelijk een mooi titel trouwens. Ja. Ik ga akkoord. Deal. Ja, besef wel dat we dit uiteraard niet op papier gaan zetten dan. Zowel de subsidie niet, ik werk dat wel weg in de papieren, als deze afspraak. Besef alleen dat zolang wij hier bij de gemeente zitten, dat we altijd een geelgerande boskever over jouw grond kunnen laten lopen. Waardoor je hele studio weggaat, als in permanent gesloten. Dus met andere woorden, ik ga het niet doen, maar verneuk ons niet, hè? Nee, oké. Okay, nee, ik hou me helemaal aan de afspraak. Ja, nou ik... Ja, ja. Ja, is dat zo? Ja, zeker weten. Goed, dan gaan we even. Neem maar dat je gelijk het geld wil. Dan moeten we het even. Ja, dat dacht ik wel. Dan moeten we dat eens eventjes gaan ophalen. Misschien ligt hier nog wat in de kast. Dan hoef ik het ook niet van de bank af te halen. Blijf hier maar even wachten. Daar bij het brandende vuur van het gemeentehuis. Oh, wow. Stop. Ja, die zombies, jongen, ik weet het. Oh, dit is echt mooi. Ik kan gewoon de tv-studio beginnen. Zo, ja, daar was ik weer. Maar... ik heb hier uit de kast. En er zit nou bijna niks meer in. Nog 18 stuks. Dus dat zijn er. 90.000, hè? 90.000, ja. Welk stukje grond ga je hiervoor halen? Ik denk in het hoekje bij Uptown. Dus wel beneden, voor de trap daar. Ja, dat vlakbij bij je eigen... Ja, dat bij mijn eigen huis. Nee, daar ben ik niet zo mee eens niet. Nee. Oké. Okay. Weet je waarom? Nee. Dat heeft te maken met dat het dan een dikke vette zendmast van fucking 50 meter hoog vlakbij het Fantastic 5 gebouw zit. Ben ik niet zo fan van. Oké. Okay. Welke plek raad jij aan dan? Dat dacht ik wel. Ik wist al dat je het ging zeggen. Komt u maar. Ja. Goeie suggestie van jou. Zo helemaal uit jezelf. Ik laat het wel even zien. Het is toevallig heel vlakbij namelijk. Oh, wel een beetje centraal nog. Centraal? Er is geen centralere plek als dit. Wat jij wou was aan de rand van, de stad. Dat is natuurlijk dom. Ja, nou, het was bij mijn huis. Het was lekker dicht bij mijn huis. Dat ik dus gewoon... Zie je deze grote plots hier zo? Ja. Met je 90.000 kun je er precies twee kopen. Dat is groot hoor, dit. Dit is zeker groot. Twee plots. Dit is heel mooi. Ja, en dan heb perfecte ik nog even locatie. Een kleine tip voor jou. Okay. Ik zou voor deze gaan, hier zo, waar ik lekker het gras aan het maaien ben. Ja? En ik zou voor deze gaan. Eén. Waarom dan? Zodat Dylan natuurlijk het beste ontvangst in zijn club heeft. Daar houdt hij van, dat weet ik. Dat vindt hij echt geweldig. En twee is omdat er deze plek, laat ik het zo zeggen... Je hebt het geld over mij gekregen. Als jij hier opgravingen doet en je vindt wat, dan kom jij even bij mij, hè? Oké, okay, ja, doe ik. Het zou wel eens kunnen zijn dat hier misschien iets in de grond zit. Ja, oké, okay, nee, dat, ik ga wel doen met die tip. Nou schud de hand. Ja, nou, bedankt, okay, hè? Ja, voor alles. Geen probleem. Nogmaals, dit gaat niet in de papieren staan. Dit komt zeker niet in het journaal. Nee, dat ik jou dit geld gegeven heb. En ik verwacht wel even een welkomstborreltje zodra alles af is. Komt helemaal goed. Oké, okay, dan doen we nu even de Fantastic 5 kreet. Ben je klaar voor? Want daar ben je een beetje half onderdeel van, als in je bent in onze pocket. Oké, okay, daar gaan we. Ik begin. Fantastic 5, Fantastic 5. Fantastic 5, Fantastic 5. Samen staan we sterk. Samen staan we sterk. Die stomme kneuters. Die stomme kneuters. Die kunnen er niks van. Die hey. Kunnen er niks van. Hey! Fantastic 5! Fantastic 5! Hey. Goed zo, onthouden cool. hè? Ik ga hem helemaal onthouden. Oké, okay, ik ga naar mijn huis, want ik ben wel klaar okay. met werken. Doeg! Bedankt hè, doei! Zo, oh, nou kan ik dus een tv-studio beginnen. En ik ga dus deze twee plots kopen. En snel beginnen met de tv-studio en deze grond inspecteren. Want ja, ik ga wat doen met die tip. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken.
En laat een like achter en check sowieso dus David Kraft uit. En dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien. Doei!